Shell Suriname heeft vandaag neonatale apparatuur aan het 's Lands Hospitaal overhandigd. Het gaat om een drager-incubator en een neopuff-resuscitator. De apparatuur is een hulpmiddel voor kinderen die getroffen zijn door hart- en longcomplicaties en andere aangeboren afwijkingen. In 2020 heeft het ziekenhuis het bedrijf om ondersteuning gevraagd om te helpen bij de upgrade van hun neonatale medium care en high care units. Andrew Hepburn, Shell Country Chair, is naar eigen zeggen ervan op de hoogte dat de zorg in Suriname vele uitdagingen kent. Vandaar dat er ook is besloten om deze donatie te doen. Hepburn geeft aan dat deze geste aan het ziekenhuis helemaal past binnen het sociaal beleid van Shell. Minister Omar Ramadien van Volksgezondheid gaf aan dat het departement elke donatie verwelkomt. Hij benadrukt dat investeringen in de gezondheidszorg altijd een nobele daad zal blijven. Volgens Ramadien zal de gedoneerde apparatuur bijdragen aan de high care unit van het 's Lands Hospitaal die over een paar maanden in gebruik wordt genomen. Deze donatie van het medische apparatuur heeft Shell bijkans 25.000 Amerikaanse dollar gekost. Minister Ramadien zegt dat het ministerie er constant aan werkt om de zorg verder te verbeteren en toegankelijker te maken voor de gemeenschap.